Het idee komt van de eigenaar van het gebouw, Ton Seipestein van Anton Vastgoed BV. Hij heeft het pand eind 2010 gekocht. Al die tijd heeft de bovenste verdieping leeg gestaan. Het blijkt dus dat uh, wil je het voor de verhuurmarkt aanbieden, er weinig animo is. Daar zeg ik denk ik niks bijzonders mee. Daar hebben we een aantal jaren tijd in gestoken en het blijkt dat het bijna onmogelijk is om uh, het gebouw op die wijze weer uh, economisch aantrekkelijk te maken. En toen kwamen we op het idee om er arbeidsmigranten te huisvesten. Maar dat komt ook wel voornamelijk. ...door het feit hoe het gebouw is ingedeeld. Het is eigenlijk al heel erg geschikt voor bewoning. Wat maakt het geschikt voor bewoning? Nou, bijvoorbeeld, we hoeven eigenlijk geen kamers te maken... ...want er zijn allemaal al kamers in dit gebouw. Er zijn een aantal grotere ruimtes die reeds beschikbaar zijn... ...die voor gemeenschappelijk gebruik ingezet kunnen worden. En dat maakt dat de verbouwingskosten in ieder geval aan de lage kant zullen blijven. De gemeente is bereid mee te werken. Volgens het voormalige college van BNW past het binnen de visie Os Avenue... Een plan om de leegstand in de raadhuislaan aan te pakken. Maar er speelt meer mee, zegt de wethouder die er tot voor kort over ging, Hendrik Hoeksema. We krijgen steeds meer vragen als gemeente voor uh, huisvesting voor arbeidsmigranten. Uh, dus daar moeten we een antwoord op geven. En tegelijkertijd zien we ook helaas heel veel slechte huisvesting in Os en in de regio. En wij vinden dat dat niet kan, dat daar paal en perk aan gesteld moet worden. Wij vinden dat deze mensen ook goed gehuisvest moeten zijn. En dat betekent ook dat je mee moet werken aan goede initiatieven. En wij zijn ervan overtuigd dat dit een goed initiatief is. Met een ondernemer die bereid is om te voldoen aan landelijke normen van goede huisvesting. En daarom willen wij hier ook graag aan meewerken. Dit soort ideeën roepen vaak wel negatieve beelden op. Met termen als Polenhotel. Uh, Polenhotels, zoals dat vaak in de pers verschijnt, zijn dan vaak locaties waar uh, enkele honderden mensen werken. Uh, dus dat is het zeker niet. De mensen wonen hier in een, uh, in een omgeving waar wij ze ook uh, goed willen volgen. Er komt een uh, beheerder op de verdieping te wonen. En uh, wij zijn, vinden het ook van belang dat uh, de, de verdieping op een goede manier gebruikt wordt. Omdat we uh, zelf nog een, een bedrijfsmatige activiteit in de pand zelf hebben. Dus wij zullen er wel voor zorgen dat het hier fatsoenlijk blijft en ook netjes. Ik snap wel dat um, als het gaat over huisvesting voor arbeidsmigranten, mensen over het algemeen eerst misschien wellicht even schrikken. Dat hebben we met het gebouw van de ABN AMRO uh, ook uh, gehad in de Molenstraat. Maar de ervaring leert dat als er vervolgens met de omgeving wordt gesproken, ook wordt uitgelegd wat er precies gaat komen, dat mensen dat over het algemeen ook snappen en dan vervolgens uh, ook wel willen uh, accepteren. Daarom hebben we ook als voorwaarde gesteld dat de ondernemer... Met de omgeving gaat praten voordat wij als gemeente definitief een vergunning verlenen. Het plan is dus nog niet helemaal zeker. Als het wel rondkomt, ziet de gemeente het als een soort proef. Wat ons betreft uh, duurt het uh, ja, een maand of twee, drie voordat de vergunning definitief kan worden uh, verleend, als ook de inspraak uh, voorbij is. Dus dat kan op zichzelf uh, vrij snel gaan. Dan zullen we denk ik uh, in de loop der jaren, want in principe is dat iets wat continu duurt. Gaan evalueren van nou, bevalt dit nu ook? Hè? Is er inderdaad sprake van goede huisvesting? Houdt de ondernemer zich aan de afspraken? Hoe kijkt de buurt er tegenaan? En dan kan het misschien een goed voorbeeld zijn, ook voor andere vormen van huisvesting in Os en ook nog op andere plekken. Os werkt dus mee, maar gaat de kosten van het plan niet betalen. Deze zijn voor rekening van het vastgoedbedrijf. Exact wil ik het niet, niet aangeven, maar ergens tussen de 200.000 300 en 300.000 zal het wel komen te liggen. De arbeidsmigranten gaan zelfs zo'n 8 euro per dag betalen voor de woonruimte en gas, water en licht. Dit is dus ongeveer 250 euro per maand.